Bij een uitslaande brand in een loods aan de Hiddemawaai in Nijland is zondagmiddag asbest vrijgekomen. Tegen 1 uur rukte de brandweer van Sneek massaal uit naar de brand. In het middengedeelte van de schuur lag hooi dat in de brand stond. Met een verrijker is het hooi uit de stal gereden en geblust. Het verkerende mensen werden tegengehouden. Een geluidswagen reed door het dorp om de mensen te waarschuwen om ramen en deuren te sluiten in verband met asbestgevaar. In het voorste deel van de loods waren onder andere spullen voor een rommelmarkt opgeslagen. Het is nog maar de vraag of de rommelmarkt door kan gaan. Nou, we hadden hier in deze boerderij hierachter in die stal, daar hadden we dus hooibroei. Nou, dat is in de brand gegaan. Nou, en je ziet, we hebben het er al intussen uit. Kunt u wat meer vertellen over de brand? Nou, het was in eerste instantie wat penibel, omdat er een honderdtal koeien onder de brand staan. Nadien bleek dat die koeien niet bedreigd worden door de brand. Dus hebben we in ieder geval de brand vrij snel uit kunnen krijgen. En de koeien zijn gewoon binnen kunnen blijven. Er kwam er bij de brand asbest vrij? Er is inderdaad wat asbest vrijgekomen. En we gaan in ieder geval het verspreidingsgebied van de asbest gaan we zichtelijk maken.